Helmond Sports, we zijn 28 tellen bezig op bezoek bij Jong AZ. En de Helmonders in grootste vorm, laatste 6 wedstrijden op rij, ongeslagen. Willen meteen laten zien dat ze die goede vorm te pakken hebben. En wat wil je anders dan heerlijk beginnen als Lorentzen al heel vroeg in de wedstrijd zijn tweede van het seizoen maakt. Deze aanval scherp voor Lorentzen, komt voor zijn man. Dat is Wouter Goes, toch een bekwame centrale verdediger. Al veel wedstrijden in het eerste gespeeld. Maar laat zich hier toch verrassen, laat zich hier ringeloren. Als hier Goes weer het balbezit heeft. En dan geeft hij die bal aan Finn Stam. Dat is de linksachter van Jong AZ. En die besluit ineens zomaar pardoes te schieten. En klopt daarmee Wouter van der Steen. De keeper van Helmond Sport die vorige week alles tegenhield wat om afgevuurd werd in de wedstrijd tegen Telstar. De wedstrijd werd met 1-0 gewonnen met een grootse rol voor Van der Steen. Maar hier is hij net te laat. En heeft Jong AZ dus al vroeg in de wedstrijd gelijk gemaakt. Maar Helmond Sport met Bottles gaat daar neer, protesteert wat richting Boyd van Kommer, dat is de scheidsrechter. En dan hier Jong AZ met Adai, die komt er langs. Maker van 9 goals, Adai naar binnen en dan is dat een soort afzwaaier. Adai die midweeks ook met de onder 19 meespeelde in de Youth League tegen Molde, 4-3 winst. En ook Mastoras, Kwakman en Daal deden mee en staan vandaag ook op het veld. Met weer Adai. En er langs nu. Toch weer Adai. Bal richting Meerdink, die kan dan koppen. En dan is hij voor Van der Steen. Jong AZ, 11e plaats. Van Bob Peters, Helmond Sport, 7e. En dat is een mooie notering voor die ploeg de laatste jaren. Zien we Helmond Sport daar toch niet al te vaak staan. Kees Smit. En de bal nog een keer voor. Scherp voor. Net te scherp. Voor Maxime Dekker. Een andere centrale verdediger. Ook al met ervaring in het eerste. Hoekschop aan het einde van de eerste helft. Meerdink op de borst en dan ineens schieten in het zijnet. Maar dan in deze wedstrijd 1-1. Waar we dus de topscorer van de keukenkampioen-divisie op het veld hebben staan. Martijn Kaars heeft de 10 gemaakt. Dan komt er hier voorlopig nog niet aan te pas. Adai met 9 treffers. Op zoek, op jacht dus naar zijn 10e. De bal voor door Jurre van Aken. Maar dat lukt dan niet. Maar wel een goede loopactie van Jurre van Aken. En nadat we eerder in de wedstrijd al een treffer hadden van de linksback van Jong AZ, is dit een treffer van de rechtsback. Van de belofte uit Alkmaar en omgeving. Mooie loopactie, prachtig gegeven. En Van Aken passeert op subtiele wijze Wouter van der Steen. En dan staat het dus 2-1. En blijven ze het doel zoeken richting Meerdink. Deze bal van Daal komt niet uit. Maar dit is dan misschien wel een mogelijkheid om te schieten. En dat lukt inderdaad, dat schieten. Kees Smit, hier de meegereisd uit Helmond. Dat is waar de achterstand. Maar ze zijn vol goede moed. Want hun ploeg laatst staat in vorm en ze komen ook hun kant op. Dus dan moet het toch wel goed komen, zou je denken. Met Bram van Vlerken, de rechtsachter. En deze bal hard voor. Net gemist dan. De mogelijkheid om op het scorebord terecht te komen. Aan de andere kant is er dan wat ruimte voor Smit. En die krijgt hier de kans, maar schiet de bal keihard in het gezicht van Wouter van der Steen. Ja, die blijft er wel even staan, maar gaat dan toch groggy als een bokser even zitten. Vol in het gezicht. Wouter van der Steen. En hij schudt al meteen van nee. De keepers zijn over het algemeen toch wel stoere gasten. Maar op een gegeven moment houdt het wel op. En als je dan inderdaad zo vol geraakt wordt als Van der Steen, dan is het einde wedstrijd voor hem. En is Robin Mantel zijn vervanger. Wordt even gecheckt. Maar einde wedstrijd voor Van der Steen. Mantel zijn vervanger. Hoekschop. En dan is even wat duwen. Wat wil jij? Wat wil jij? En dan duwen in het gezicht begint toch wel erg op slaan te lijken. En dat is dan ook ongeveer de uitleg van Boyd van Kommer. Want die stuurt Mohamed Malahi met rood naar de kant. Nou, iets meer dan een uur spelen. het uitdagen. En dan inderdaad in het gezicht. Dat is niet heel erg verstandig. Domme rode kaart, Malahi naar de kant. En dus Helmond Sport met een man minder. En een 2-1 achterstand geconfronteerd. Een score op de molen natuurlijk voor Jong AZ. Weer met Smit. En dan is daar de redding nog van Mantel. Dat is prima gedaan. Maar de ploeg van Bob Peters heeft een probleem. Jong AZ, gecoacht door Jan Sierksma. Die gaan lekker. Adai nog niet gescoord. Maar ze vinden elkaar toch best aardig. Schot van Mastoras, die dus ook in de Youth League speelde. Dan loopt de 90ste minuut. En is dit Kewo. Hij er vandoor. Adai ook mee. Die loopt een beetje naar rechts, zodat die centrale verdediger ook wat laat pas naar Kewo kan. En hij de uitgelezen mogelijkheid om er 3-1 van te maken. Einde wedstrijd. De wedstrijd in het slot gegooid. Maar hij scoort niet. En weer een redding dus van Robin Mantel. Nou, dit hadden ze beter moeten afmaken. Het deert ze niet de Alkmaarders, want ze winnen met 2-1 van Helmond Sport.